Hallo lieve vrienden, hoe is het met jullie? Hier is het komzie komzaadje. Waarom? Het is diep in de nacht dat ik het opneem. Zo? Waarom worden de reviews diep in de nacht opgenomen? Nou, het is als volgt. Morgen is een van mijn beste vrienden jarig. En ik moet met hem uit wielrennen en uit lunchen en heel veel. Dus ik heb geen tijd om het op te nemen. Dus ik doe het diep in de nacht. Ja. Dus. Ja. Het is een beetje krakkemikkig, omdat ik ook al. Ik heb een borreltje gedronken. Ik was met mijn dochter uit eten. Dus ik heb. Nee. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Zakjes met nootjes. Nu weet ik wel dat de meeste mensen... Nou ja, ik weet niet of het de meeste mensen zijn. Maar heel veel mensen doen boodschappen bij de Albert Heijn. Omdat toevallig Albert Heijn van de grootste supermarkt is. En sommige mensen doen niet een boodschap bij Albert Heijn. Omdat er toevallig geen Albert Heijn in de buurt is. Maar je hebt ook mensen die doen geen boodschap bij de Albert Heijn. Omdat ze een hekel aan Albert Heijn hebben. Waarom? Omdat Albert Heijn een beetje... Albert Heijn doet een beetje stoer. Ik vind Albert Heijn een beetje zo'n... Albert Heijn doet een beetje stoer. Albert Heijn is zo'n supermarkt die ik vind Albert Heijn zo'n beetje zo'n jongen op het schoolplein... Die dan zo staat van, joh, ik ben heel tof. Wat denken jullie dat jullie zijn? Dat vind ik Albert Heijn. Beetje een toffe gozer op het schoolplein. En dan heb je natuurlijk kleine spelers die zeggen van, nou ja, fuck him, weet je wel, wij doen ook leuk. Maar Albert Heijn is natuurlijk wel een beetje, Albert Heijn is natuurlijk wel echt serieus gewoon een supermarkt. En nu heb ik drie zakjes nootjes van Albert Heijn. Welke hapjes hebben we van Albert Heijn? We hebben hier de Multimix Choco Pretzels. De Multimix Choco Pretzels. En dan zie je op het plaatje al heel veel meer aan pretzels. Ook allemaal nootjes. Met Choco. Hou niet van. De Multimix Pinda en Rozijnen. Ja, daar hou ik wel van. Ik hou van Pinda en Rozijnen. Prima combinatie. No problem at all. Lijkt me hartstikke lekker. Wat hebben we nog meer? Multimix tropisch. Met tropische vruchten. Ik koop het niet bij Albert Heijn, maar ik haal het wel dus bij onze notenboer in het dorp. Op zaterdag is dat de markt. Haal ik tropische mix. Dat vind ik lekker. Laten we maar gaan proeven. Ik begin bij Choco Pretzels. Nou, bedenk. Pretzel. Zonder choco, dat werkt niet. Pretzel. Zonder choco. Dat is wel heel. Oh. Ze hebben nootjes in. Met chocola. Gadverdamme. Choconootjes zijn slap. En de pretzels zijn zout en lekker. En hard. En de choconootjes zijn slap. Verschrikkelijk vies. Wat is dit? Dat zit er ook in. Chocolade. Chocoladerondje. Gadverdikke. Prima pretzels. Smerige chocoladenootjes. De volgende zijn... Pinda's en rozijnen. Nou, is heel simpel. Ik koop vaak pinda's. Zoute pinda's. En dan gooi ik rozijnen bij. Pinda's en rozijnen.
is een prima combinatie. Wat zit hierin? Azijnen. Pinda's. Ja, eigenlijk zit hier gewoon pinda's en rozijnen in. Zeggen. In de laatste zak van Albert Heijn nootjes. Ik weet niet of dit handig is om op dit tijdstip met zoveel alcohol dit op te nemen, maar whatever. Is de Multimix Tropisch. En wat zit erin? Er zitten ook pinda's in. Met gedoogde natje. Gedoogde fruitjes. En ik heb een hele amandel. Eens kijken. Nou. Dit is een mooie mix hoor. Nou, dat is prima deluxe. Dat had ik niet verwacht. Heel lekker. Heerlijk. Hé hey jongens, moet ik naar bed, hè? Dat is wel lekker. Tijd voor de cijfertjes. Ja. Een diepe nachtreview. Te veel gedronken. Maar wel lekkere nootjes. En dan kan je zeggen. Oh, ben je nou wel scherp genoeg voor een goed oordeel? Jazeker. Kijk. Dit. Valt weer zo'n stuk chocola uit. Dit is niet te vreten. Pretzels en chocola. Choco pretzels. Ja. Die pretzels zijn prima. Het is gewoon zoute pretzeltjes. Met chocolade, pinda's en een stukje chocolade in. Gadverdamme, hou eens op man. Wie wil dat nou? Dat wil helemaal niemand. Dat is een 5. Echt. De pinda's en rozijnen daarentegen. Absolute wereldcombinatie. Niks meer mee. Ik zou je vertellen, ik zou het niet in zo'n zakje kopen. Want dan betaal je er extra voor. Ik zou gewoon een goedkope zak pinda's kopen en een goedkope zak rozijnen. Heb je dat ook? En veel meer voor weinig geld. Ik eet dit. Ik heb het geleerd van mijn vader. Pinda's en rozijnen. Top. 7. En de tropische verrassing van Albert Heijn. De Multimix Tropisch. Daar kunnen we over zeuren en over zeiken. Maar het punt is. Het zit vol met gedroogde vruchten. Het zit vol met gebakken banaantjes. Het zit vol met pinda's en amandelen. Het is echt serieus een goed gevulde mix. Voor weinig geld. 9. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Ik ga naar bed. Lukt tijd ook. Dag. Ik ben moe, joh. Whatever. In ieder geval, tot volgende week.